Dit is hem dan, de 40ste De Wilderman Show. En dan zou je denken, die milestone gaat hij vast als een groot succes vieren. Maar gaat het eigenlijk wel zo goed met dit project? Ik heb een paar punten waar ik helemaal niet zo tevreden over ben. En daar moeten we het echt even over hebben. Anderhalf jaar geleden, op 20 oktober 2022, verscheen de eerste aflevering van het eerste seizoen van De Wilderman Show. Op het YouTube kanaal van de Islamoomroep. Elk seizoen maken we 10 video's. En dit is dus de 40ste video die we maken, waarmee we dus seizoen 4 gaan afsluiten. Een goed moment om zowel eventjes terug als vooruit te kijken. Want gaat het eigenlijk wel zo goed met dit project? Even terug naar het begin. In 2021 heeft de Islamomroep omroep een poging gedaan om voldoende leden te halen om als aspirant-omroep erkend te worden en om toe te treden tot het omroepbestel. Er was toen en er is nu nog steeds geen islamitische omroep in Nederland op televisie. En met meer dan een miljoen moslims is dat eigenlijk onbegrijpelijk. Ook onze gemeenschap zou op radio en televisie een eigen stem moeten kunnen laten horen. Nou, om een nieuwe omroep te starten heb je 50.000 leden nodig. Dus 1 op de 20 moslims, als 1 op de 20 moslims lid zou worden, ja, dan zijn we er. En dan zou je denken, kat het bakkie, dat moet het doen zijn. Helaas bleek de weg naar erkenning ingewikkelder dan groot. Als buitenstaanders de Oema niet aanvallen met een soort verdeel- en heerstrategie, dan hebben we altijd nog mensen binnen onze Oema die de paar onderlinge verschillen belangrijker vinden dan de enorme onderlinge overeenkomsten en gedeelde belangen. Door een aantal individuen werd een felle campagne gevoerd, waardoor we niet als moslims elkaar versterkten, maar dankzij verschillen in Akida en soms madhab of Manhattan, soms zelfs geveinsde verschillen, tegenover elkaar kwamen te staan. In plaats van naast elkaar. Dat is jammer. En ook leidde wantrouwen jegens de overheid tot verminderde steun voor de islamomroep. Omdat heel veel mensen de overtuiging hadden dat als je onderdeel wordt van het omroepbestel, de overheid ook inhoudelijk gaat bepalen wat je mag zeggen en uitzenden. Ja, dat is dus niet zo. Maar dat argument was dus wel echt een gemiste kans. Omdat we juist met de islamomroep een kritisch geluid over de overheid kunnen laten horen. Bijvoorbeeld als het gaat over institutioneel racisme, als het gaat over discriminatie tegen als moslims en bijvoorbeeld het buitenlandbeleid van dit huidige kabinet. En eerlijk, misschien was de omroep er ook nog niet helemaal klaar voor. Was er nog onvoldoende bekendheid en onvoldoende sense of urgency bij de mensen die het project waarschijnlijk wel hadden willen steunen. Bottom line, de benodigde 50.000 leden werden niet gehaald. Maar de Islamomroep koos ervoor om niet het builtje erbij neer te gooien en om gewoon online van start te gaan. Een website met nieuwsartikelen en opiniestukken, geen live. En dit YouTube-kanaal werd opgezet. Het idee voor de Wilderman Show ontstond in 2022. Een wekelijkse video waarin ik, vanuit mijn perspectief als moslim, actuele onderwerpen bespreek. Serieuze onderwerpen, maar lekker toegankelijk en met soms een beetje humor. En doordat ik achter een tafel zit en ik hier zo links een beeld op en toe van die plaatjes verschijnen, legden heel veel mensen de link naar Arjan Loebig. En dat snap ik ook wel, maar dat was het idee helemaal niet. Zelf kweek ik qua Format vooral naar andere YouTube kanalen uit de wat meer conservatief Amerikaanse hoek, hoe zij het deden. En ik zal het maar verklappen: om dit programma naar mezelf te vernoemen, dat was niet mijn idee. Het gaat tenslotte over de onderwerpen waarover ik spreek, ja, niet over mij natuurlijk. Maar omdat ik zelf de titel niet had verzonnen, en omdat het ook niet op mijn eigen YouTube kanaal staat, ben ik uiteindelijk schorvoetend mee akkoord gegaan. Inmiddels is De Wilderman Show wel een beetje een bekende naam geworden en ik ben er zelf ook wel aangewend. Hoewel ik het stiekem nog steeds liever afkort naar DWS in onze interne WhatsApp-groep. Nou, omdat we geen studio hadden, besloot ik dat we konden gaan opnemen in mijn kantoor en een van de torens van een mooi kasteel in Brabant, wat direct een mooie achtergrond opleverde. Een mooie Koran, altijd in beeld. Als je heel goed kijkt, zie je ook wat schaalmodelletjes staan van autootjes. Wel hoor je in sommige video's de vogeltjes buiten. En als het heel hard waait, zie je in bepaalde afleveringen zelfs die rode gordijnen een beetje bewegen. Want isolatie en antiek glas in lood, dat zijn nou eenmaal twee enorm verschillende dingen. Toen we begonnen, had het YouTube kanaal van de Islamomroep iets meer dan 3000 volgers. En de komende week gaan we inshallah de 13.000 aantikken. De aflevering van vorige week loopt nog, maar als je kijkt naar de eerste 38 afleveringen, dan hebben die samen ruim een half miljoen views opgeleverd. En je zou denken: dat klinkt als een succesverhaal. Maar dat beeld verandert sterk als je kijkt naar de resultaten van dit laatste seizoen. Dit is ons slechts bekeken seizoen tot nu toe. Daar baal ik echt enorm van. Wat is hier aan de hand? De eerste drie seizoenen leverden gemiddeld per video ongeveer 14.500 views op. Dat zijn geen enorme aantallen, maar als we kijken naar de feedback die we krijgen en de impact die ze soms hadden, dan bereiken we wel de juiste mensen. En we hadden ook een paar flinke uitschieters. De video in seizoen 3, waarbij we de mogelijke komst van halal hypotheken bespraken, die werd ruim 50.000 keer bekeken. Een terugblik op hoe Marokko naar mijn mening het WK had gewonnen, ruim 38.000 keer. En de video over de bekering van Andrew Tate, 32.000 keer. Nou, dat smaakte naar meer. En elk seizoen proberen we dus ook wat verbeteringen door te voeren. Zo gingen we vanaf seizoen 2 werken met thumbnails. Gingen we veel meer doen om de promotie van de video's te verbeteren met bijvoorbeeld korte teasers op social media. En vanaf dit seizoen werken we ook nog eens met meerdere camera's. Nou, ik moest echt eventjes inkomen in hoe dat werkt, maar inmiddels, met hulp van kijkers, denk ik dat ik het wel redelijk onder de knie heb. Maar eind van seizoen 3 stortten onze views ineens compleet in. Kijk maar. Deze grafiek toont het aantal views dat we hebben per aflevering. De eerste 29 video's hadden gemiddeld bijna 15.000 views. Maar sinds we de 30ste video hebben, zitten we gemiddeld op nog maar ongeveer 8.000 views, bijna een halvering. Heeft al onze extra effort het programma dan slechter gemaakt? Het antwoord zit hem in iets dat is gebeurd bij die 30ste video. Inmiddels was namelijk het recente geweld tegen de Palestijnen opgeleid. En in die video lieten we beelden zien vanuit Gaza: kleine kinderen, bebloed. Nou, ik sta nog steeds volledig achter de keuze om dat te doen. Maar oh, wat heeft dat een consequentie voor ons gehad? Het duurde na 7 oktober eventjes voordat YouTube begon met het shadowbannen en het afknijpen van video's... die een kritisch geluid over Israël en de ongoing genocide lieten horen. Maar met die video, daar werden we keihard mee aangepakt. YouTube plaatste de video achter een soort slotje. Het was alleen nog maar zichtbaar voor mensen met een YouTube-account die 18 jaar of ouder waren... En dan kreeg je voor het afspelen ook nog eens een waarschuwing te zien, die je dus eerst moest wegklikken. Minder dan 6000 mensen zagen uiteindelijk die video. En dat is ook best wel cynisch als je erover nadenkt: dat je blijkbaar ouder dan 18 jaar moet zijn om te zien wat jonge kinderen in Gaza elke dag te zien krijgen. Maar goed, we gaan ons natuurlijk niet laten opleggen waar we wel of niet over mogen spreken. Dus ook na die video hebben we nog veelvuldig over de recente misdaden gesproken die tegen de Palestijnen worden uitgevoerd. Wel zijn we woorden als Gaza en Palestina minder gaan gebruiken in de titel en in de omschrijvingen van de video's. Israël, dat schrijven we niet met de hoofdletter I, maar met een kleine letter L. Nou, dat mocht allemaal niet baten. Ik vermoed zelf dat mensen die het geweld tegen de Palestijnen op dit moment toejuichen, en dat zijn er nogal wat, dat die onze video's telkens ja, rapporteren. Of dat een algoritme of een bot van YouTube kijkt waar we het over hebben. Maar vrijwel elke video levert na een paar dagen een soort gele kaart op van YouTube. Waarin ze aangeven dat de video niet geschikt is voor een groot publiek. En we weer worden geknepen. De video verschijnt dus niet standaard bij mensen op de homepage. En we bereiken simpelweg minder mensen. Kijk, we laten ons niet kisten. We gaan gewoon door. En ik blijf elke video gewoon weer zeggen wat ik wil zeggen. Tegelijkertijd baal ik er natuurlijk wel van, omdat hierdoor ook opnieuw pijnlijk duidelijk wordt dat we dus een erkende omroep moeten worden. Want eigenlijk slaat het natuurlijk helemaal nergens op dat we zo hard aan het werk zijn voor enkel een YouTube-kanaal, waar we gemiddeld nou ja, met iets van 15.000 views halen, en dat we ook nog eens zo gemakkelijk kunnen worden afgeknepen. Een miljoen moslims in Nederland verdienen beter dan dat. En dit onderstreept dus ook opnieuw het belang van het verkrijgen van voldoende leden. Ons ledenaantal groeit nog steeds, alhamdulillah. En we zijn nu de grens van 16.000 leden voorbij. Als je lid bent, betaal je 5,72 euro per jaar. Dat is een wettelijk vastgesteld bedrag voor aspirant oproepen. En zo help je ons om dit project verder uit te bouwen. En uitbouwen doen we. Natuurlijk ga ik door met de Wildeman Show. Maar binnenkort komt ook het programma Jihad op Missie erbij, op dit kanaal. Een geweldig programma, waarin Jihad al-Riyashi in de bres springt voor mensen die wel wel hulp kunnen gebruiken. De nieuwsberichten en de opiniestukken op de site, ja, die gaat de islamomroep verder vullen en wellicht zit er nog wel meer in de pijplijn. Alles om er maar voor te zorgen dat er naast al die anti-islam pulp die we de hele dag over ons heen krijgen in de media, ook nog een plek is waar niet over... Maar vanuit de moslims en met moslims gesproken wordt. De volgende ronde waarin we kunnen meedingen om een echte omroep te worden, dat zal rond 2026-2027 zijn. We hebben dus nog eventjes om ons helemaal voor te bereiden op dat moment. Maar als jij ons wilt steunen, wacht dan niet tot 2026, maar word gewoon vandaag al lid. Ga naar islamoproep.nl en klik bovenin op het knopje Word lid. Die grens van 50.000 leden die moet toch haalbaar zijn met een miljoen moslims? We moeten ons toch niet laten verdelen, maar hierin juist samen optrekken? En de wilde man Show? Met deze video sluit ik seizoen 4 af. De komende weken gaan we weer brainstormen over wat er beter of anders kan. En als je ideeën hebt, gooi je ze in de comments hieronder. En daarna komen we inshallah gewoon weer bij je terug. Met nieuws en actualiteiten die jou als moslim aangaan. Waarvan je denkt, daar moeten we het echt even over hebben. Vond je dit een boeiend seizoen? En wil je niks missen van seizoen 5? Klik dan op subscribe.